Yo, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik de intro video voor je van wat ik ga noemen de verzuringsserie. Iedere woensdag om 7 uur 's avonds ga ik een video online gooien. En dat gaan we 9 keer herhalen. Waarom 9 keer? Ik heb het lichaam in 9 spiergroepen opgedeeld. Dus we hebben onze borst, we hebben onze rug, we hebben onze biceps, we hebben onze triceps, je kent het wel. De bedoeling is van deze video dat we 1 spiergroep, stel je voor, onze schouderkop. Onze schouders gaan wij helemaal laten verzuren. Dus we gaan een lekker tri-setje of een giant setje doen. Knallen we in 1 keer door, zodat die schouders als het ware gewoon niet meer kunnen bewegen. Dat die helemaal volgelopen en opgepompt is. Dat is wat we gaan doen. Als we natuurlijk naar de schouder kijken. We hebben een voorste schouderkop, een lateralis, de middelste. En onze posterior, onze achterste schouderkop. Dan heb ik dus ook oefeningen geselecteerd die hop, alle 3 die spieren aanspreken. Zodat je gelijk het complete plaatje hebt van die spiergroep. En je gelijk heel die spiergroep maximaal benut. De vraag is natuurlijk vast af. Raymond, wat heeft dit voor nut? 2 redenen. Ik doe veel aan powerlift. Ik bankdruk, squat en deadlift. Gigantisch veel. Soms zijn er mensen, onder andere mezelf, die een beetje in dat bewegingspatroon en in die vaste oefeningen blijven zitten. Ja, ik doe 3 varianten van de deadlift, 2 varianten van bankdrukken, maar het blijft nog steeds bankdrukken, het blijft nog steeds gepauzeerde benches of pin squats. Het blijft allemaal wel een beetje hetzelfde. En je bewegingspatroon wordt erg belemmerd en de kans dat mensen dit een langere tijd gaan doen en daardoor blessures krijgen is natuurlijk best groot. En dan is het wel eens goed om simpelweg gewoon een beetje te spelen in de sportschool en je dus niet vast te laten roesten in je bewegingspatroon. En om eens in wat afwisseling te hebben. De tweede reden. Ik ben, zoals jullie waarschijnlijk weten, ik ben 28 jaar. Ik ben op mijn 16e, 15e zelfs. Ben ik in de sportschool ben ik begonnen. Dat is dus 13 jaar geleden. De eerste paar jaar was niet zo serieus. Ik ben vanaf mijn 20e ben ik wat serieuzer gaan trainen. Toen ben ik 25 kilo afgevallen. En daarna ben ik wat meer mijn best gaan doen. Als je natuurlijk, zoals mij, echt een hele lange tijd aan het trainen bent, dan heb je ongeveer zo'n beetje alles wel een keer geprobeerd. Ik vind dat persoonlijk niet zo erg. Zoals jullie weten ben ik lekker van het millimeter. Weet je, mijn squat kan net weer een tikje hier beter. Mijn deadlift kan net weer een tikje daar beter. Mijn handpositie kan ik weer draaien. Ik vind zoiets fantastisch. Buiten dat ben ik trainer en heb ik de fantastische baan. De fantastische baan ter wereld. Dus ik vind het allemaal niet zo erg. Maar er zijn wel mensen die, zeker wat ik hier ook wel eens merk, die zijn aan het trainen, die zijn lekker bezig. En op een gegeven moment, ja, ik doe al een jaar hetzelfde, het is gewoon bewegen, bla bla. En dan slaat de sleur erin en dan stoppen ze. Een levensdoel, een missie van mij is om te zorgen dat iedereen blijft bewegen. Dus ik ga lekker varianten laten zien. En soms kan dat van heel moeilijk tot heel makkelijk gaan. Om gewoon ook de sleur, zoals we dat noemen, eigenlijk er niet in te laten slaan. Ik zal een voorbeeld geven wat tegelijkertijd over effectiviteit en tegen verveling gaat. Stel je voor, we gaan een dumbbell bicep curl doen. Dus ik sta zo en ik heb in één hand heb ik een dumbbell. Hoppakee, en ik ga die curl doen. Daar hebben we natuurlijk 100 varianten van. Maar stel je voor, ik heb die dumbbell curl. Die doe ik op deze manier. Maar in plaats van dat ik mijn standaard dumbbelletje pak, pak ik die standaard dumbbell. En dan maak ik er een elastiek aan vast. Dus ik maak elastiek aan die dumbbell vast. En die span ik recht voor me naar de muur. Op het moment dat ik hier met een dumbbell sta, en ik zou in deze hand een dumbbell hebben met een elastiek eraan, dan is natuurlijk deze hand, die wordt naar de muur getrokken. Dus moet mijn bicep veel harder werken. Zulke soort kleine tips, trucs. Weet je, je hebt een elastiekje nodig en je hebt een dumbbell. Knoop ze aan elkaar. Opgelost. Dat is ten eerste vele malen effectiever. Afhankelijk van wat je doelstelling is natuurlijk. En ten tweede is het een hele makkelijke oplossing als mensen zich vervelen in de sportschool. Dat is dus ongeveer wat jullie kunnen verwachten in de video. Ik weet niet of ik het al heb gezegd, maakt niet uit. Iedere woensdag, heb ik al gezegd, maakt niet uit. Iedere woensdag, 7 uur 's avonds, 9 delen, gaan we doen. Raymond op je beeldscherm, hoppakee. Dit was Raymond Schultz, tot streng.nl. Ignite your fire and grow stronger.